Vandaag heb ik voor jullie weer een super vette video. Wij gaan het namelijk hebben over een aantal hele grote glitches. Want zoals jullie weten is de Shadow Bomb in de game gekomen. En in deze video ga ik jullie 5 glitches laten zien die je kan doen met deze Shadow Bomb. Maar voordat we gaan beginnen wil ik jullie eerst even vragen om een like te droppen, te abonneren op de film gevraagd. En laten we dan gewoon maar gaan beginnen met deze video. We zijn nu in Creative, want hier gaan we het grootste gedeelte van deze glitches doen. Nog even een kleine disclaimer. Doe geen glitches na. Tenminste, doe het op eigen risico. Want je kan verbannen worden als je dit doet. Er zijn helemaal regels. Glitchen is verboden. Dus als je het doet, moet je het op eigen risico doen. Ik doe het ook op eigen risico. Oh ja, nog een klein dingetje. Gebruik even onze supporter creator code. Te veel gevraagd in de item shop. Zou ik super vet vinden als je het allemaal even doet. Oké, de eerste glitch. Dat is natuurlijk met de Shadow Bomb. Maar dat is gelijk een manier hoe je de Shadow Bomb kan krijgen. Want zoals jullie misschien al wel weten, kan je in Creative de Shadow Bomb niet zomaar krijgen. Dat hebben ze eruit gehaald, dus vanwege deze glitches. Maar er is nog steeds een manier om eraan te komen. En ik ga jullie nu laten zien hoe je dat moet doen. Ik zal jullie even laten zien. Je kan hem niet pakken hier bij Consumables. Ga maar kijken. Staat er niet tussen. Je kan hem zo niet krijgen. Maar op een andere manier kan je hem wel krijgen. Namelijk, wat je moet doen is even naar devices gaan. Dan ga je hier naar de chest hier. Die pak je. Dat is namelijk chest en ammo gallery. Als je die pakt, dan heb je natuurlijk infinite als je dat hebt ingesteld. Dan gooi je die op de grond. Nou, hier heb je dan alle chesten. Wat je dan doet is je pakt je mobieltje, dan kopieer je dus de chest. Wat je dan volgens moet doen is de chest gewoon heel erg vaak plaatsen zo. En wat ze dan kunnen doen is letterlijk met een beetje geluk de Shadow Bomb uit zo'n chest halen. De kans is volgens mij zo'n 30% dat hij erin kan zitten. Dus het moet een genoemd genoeg chesten zijn. En met een beetje geluk zit hij al in de eerste. Nee, hier geen Shadow Bomb. En hier geen Shadow Bomb. Oké. Hier ook niet. Kan zijn dat ik heel erg veel pech heb. Dat kan natuurlijk ook. Zit hij hierin? Nee. En ook niet. Oh shit. Nou, zul je zien dat het bij mij nu wel heel erg lang duurt. Maar in principe moet je hem binnen 10 moet je hem wel krijgen. Als je de 10 hebt geopend. Hallo? Luk, waar is mijn geluk? De vorige keer probeerde ik het, kreeg ik mijn eerste... Hé, de laatste chest! We krijgen hem letterlijk in de allerlaatste chest. Hoe groot... Oké, okay, nou, dat is wel, zeg wel weer genoeg over waar deze video naartoe gaat. Als je het gedaan hebt, kan je natuurlijk deze dingen droppen. Pak de Shadow Bomb en nu heb je de Shadow Bomb. Je kan deze op een item spawner gooien. Dat zorgt er namelijk voor dat als je iedere keer als je de game restart, dat je hem hebt. Ik zal het eventjes hier voordoen. Kan ik hem ook splitten? Zo, split. Ja, kijk. En nu als je de game straks restart, of echt start, weet je wel, op deze manier, My Island en dan start game, dan heb je hem hier gewoon weer erin zitten. Dus dat is al super vet. Zo heb je hem voor altijd bij je. Nou, dat was de eerste glitch. Zo krijg je hem dus. Zorg ervoor dat je in ieder geval infinite ammo aan hebt staan, of infinite resources. Dat doe je hierbij, even kijken, My Hub en dan hier bij game settings volgens mij. En dan infinite resources. Trouwens ook even omzetten. Infinite ammo. Alles waar infinite voor staat moet je gewoon lekker aanzetten. Dan kan je hem voor altijd gebruiken. Zoals jullie zien, hij werkt gewoon. Maar nou kunnen we nog wat natuurlijk met deze Shadow Bomb. Nog een hele vette glitch. Namelijk, we kunnen compleet invisible worden. En dat is heel erg sterk. Pas op jongens, dit kan je ook in een normale game doen. Niet in de solo squads of duos, maar wel in game modes waarbij je je items behoudt en waarbij je kan respawnen, zoals Team Rumble bijvoorbeeld. Daar kan je deze glitch doen. Wat je namelijk moet doen is eventjes naar de game settings. We gaan dus voor de duidelijkheid helemaal invisible worden. Ga even naar je game settings, dat is niet hier Dion, dat is hier. Dan moet je ervoor zorgen dat je je dingen behoudt als je doodgaat. Dus even kijken of ik hem zo 1, 2, 3 kan vinden. Hier, drop items when eliminated moet je uitzetten, dus op off. Er staat bij game settings, dus drop items when eliminated, apply. Dat zorgt ervoor dat als je doodgaat, drop je niks. Nu is het heel simpel vanaf nu deze glitch. Gooi namelijk je Shadow Bomb op de grond en respawn. Heel simpel. We gaan het gewoon doen. Boom, escape, respawn. En we zijn, als het goed is, 100% invisible. Dit is echt super leuk om je teammates mee te trollen als je in creative zit. Of om je vrienden mee te trollen als je in creative zit. Je zou dit dus ook in theorie kunnen doen in de normale game. Maar geloof me, dat is echt zo. Je bent echt heel erg zielig als je dat doet in de normale game. En dan hiermee mensen gaat killen. Ik vind, dit moet je niet doen. Want daar ga je trouwens ook sowieso voor verbannen worden als je dat doet. Wat je ook kan doen is letterlijk gewoon een wapen pakken. Bijvoorbeeld deze AR. Zo, equip. Dan heb je gewoon een vliegende AR. Yay, let's go. Je kan die gewoon mee schieten. Je kan ermee doen wat je wil. Je kan er echt alles mee... Wow, wat gebeurt er daar?
Wow, ik sprong omhoog en dat ding gaat helemaal spacen. Oké, nou nice. Dat ziet er dus zo uit. Maar je kan dus nog wat. Dat is dan ook gelijk de derde glitch. Je kan een soort van je eigen item maken. Wat je dus bijvoorbeeld kan doen is letterlijk... Als je nu je Shadowbomb weer op je gebruikt... Dan drop je een invisible shadow bomb. En trouwens, wat er nu ook gebeurt, is dat ik weer normaal ben. En wat je dus met deze invisible shadow bomb kan doen, is jezelf letterlijk weer invisible maken. Holy crap, het is super raar, maar het werkt wel. Je kan gewoon je eigen invisible shadow bomb maken. En wat je hier ook mee kan doen, is je vrienden invisible laten worden. Dus wat je dus gewoon kan doen, is zo van, oh, wil jij invisible worden? Nou, alsjeblieft, hier, pak die op. En als je vriend hem oppakt in creative, dan wordt hij ook invisible. Dat, ook dit zou je in Playground kunnen doen. Ik weet niet of je dit ook kan doen in een normale game. Dat heb ik gewoon nog niet getest. En het is ook heel lastig om te testen. Maar in theorie zou het wel moeten kunnen. Maar het is gewoon heel grappig om met je vrienden verstoppertje te spelen of zo. Alhoewel het wel echt heel erg OP is om zo verstoppertje te spelen. Maar dat is wel grappig. Zo maak je dus je eigen item. En nu ben ik weer invisible. Let's go. Alright, laten we doorgaan naar de volgende. En hiervoor hoeven we niet per se invisible te zijn. Dus we gaan weer eventjes zo doen. Bam. Hup, we droppen eventjes het invisible item. Super nice. Wat we namelijk gaan doen is iets heel erg speciaals met de Infinity Blade. Want zoals jullie weten, als je de Infinity Blade pakt. En ik pak hem hier eventjes. Bam. Dan drop je natuurlijk al je items. Je hebt hier alles gedropt. Inclusief je Shadow Bomb. Hartstikke vervelend. Je kan ook niet bouwen. Je kan niet switchen naar andere wapens. Dat is eigenlijk het hele idee van deze Infinity Blade. Dat je alleen de Infinity Blade kan vasthouden en voor de rest niks. Maar ik kan ervoor zorgen dat je hiermee wel kan switchen naar andere wapens. Wel kan bouwen. Dat kan je namelijk, jawel, met de Shadow Bomb. Wat je namelijk moet doen is heel simpel. Pak die Shadow Bomb op. En precies op het moment dat je de Shadow Bomb gebruikt, moet je ook je Infinity Blade pakken. Dus heel simpel, doe het gewoon tegelijkertijd. Voor mij is het dus linkermuisknop en E tegelijkertijd indrukken. En dan gebeurt er dit. Boom! Oké, ik heb gefaald. Ik weet niet hoe ik heb gefaald, maar ik heb gefaald. Want je moet namelijk invisible worden. Dat is wel een dingetje. Dus, oké, we gaan het nog een keer proberen. Boom! En het is gelukt. Ik heb nu het zwaard in mijn inventory en ik ben invisible. Nu moeten we eventjes wachten totdat ik weer visible ben. En ik ben weer visible. En nu kun je dus zien dat ik kan switchen bijvoorbeeld tussen mijn zwaard en mijn telefoon en mijn pickaxe. Dat is sowieso al super vet. Nu kunnen we ook dus gaan bouwen. Wat natuurlijk super vet is. Dit kan je... kan je het in de normale game doen? Ik weet het eigenlijk niet. Het zou in theorie in een normale game kunnen als je dus de Infinity Blade in een normale game hebt. Dus nogmaals, doe het niet na, want dit kan de game verpesten. Maar nu kan je dus ook met wapens gaan schieten. Je kan hem niet oppakken, want als je hem oppakt van de grond af, dan valt je wapen of je blade dus uit je inventory. Maar als je hem dus hier uithaalt, dan kan dat dus wel. Dus stel ik pak deze AR, dan kan ik hier gewoon zo schieten. Terwijl ik ook nog HP erbij krijg, dat is ook wel heel erg grappig. En ik kan gewoon weer hiermee verder zwaaien. Dit is super vet. Je kan echt heel erg veel dingen en je kan hier ook echt in creative heel erg mee trollen. Dus dat is super nice. Dus dat is de glitch met de Infinity Blade. En voor de volgende en gelijk ook laatste glitch met deze Shadow Bomb moeten we eventjes in Playground zitten. Dus dan moeten we ook echt even fysiek gaan zoeken in chesten naar de Shadow Bomb. Als ik evenveel geluk heb als dat ik net had in Creative aan het begin van de video, dan duurt het nog best lang voordat ik hem vind. Maar misschien vind ik hem wel in de eerstvolgende chest die ik tegenkom. Zit hier een chest? Nee. Dus ik ga daar heel eventjes naar zoeken en zodra ik hem heb gevonden, kom ik bij jullie terug. Gelukkig had ik de Shadow Bomb in de tweede chest al gevonden. Dus ik heb gelukkig een beetje geluk. Maar zoals ik net al zei, deze moet je dus in Playground doen. Je zou hem in theorie ook in Creative kunnen doen. Als je ergens een gijzer zoals hier kan vinden. Wat je namelijk kan doen is ook hier weer voor altijd een soort van invisible blijven. Maar dit is, laat maar zeggen, een hele makkelijke, heel makkelijke glitch die je eigenlijk altijd kan doen. Ook in een normale game, ook in solo, ook in duo, ook in squad. Maar nogmaals, doe het op eigen risico. Alhoewel ik bij deze misschien wel denk dat je hier niet voor verbannen kan worden. Aangezien deze het zo makkelijk is om te doen. Deze kan je in theorie ook per ongeluk doen. Wat je nou moet doen is een Shadow Bomb gebruiken en letterlijk op een gijzer gaan. That's it. We doen het hier. Boom. We gaan de gijzer op. En nu als we dit doen. Handen omhoog. We zijn als het goed is. Oh, dan moet ik wel op de gijzer blijven, Dion. Oh shit, ik ben echt noob.
Ik ben zo noob. Ik had mijn handen lucht in, maar ik zat helemaal niet op te gijzen. Gelukkig hebben we nog 2 Shadow Bombs. Dan kan ik het goed aan jullie laten zien. En we zijn op de grond. Let's go. We gooien hem weer nog een keertje. En nu ga ik eventjes goed zitten voordat ik mijn handen in de lucht ga doen. Als het goed is, gaat het nou goed? Jazeker, nu gaat het goed. Zoals je ziet, blijf ik voor altijd invisible. Ik kan nu letterlijk 4 uur lang, want het potje, of ik kan letterlijk al 3 uur en 50 minuten lang hier zo zitten. Ik kan in die tijd nog invisible blijven. Zo lang werkt deze glitch. Dus dit is super vet als je bijvoorbeeld wil hiden, als je achterna gezeten wordt. Mensen zullen je niet snel zien, aangezien je een beetje dezelfde kleur hebt als de gijzer. Alhoewel je bent niet 100% onzichtbaar. Dus ze kunnen je in principe... Oh nee, je kan ook niet beschoten worden, toch? In deze state. Nee, je kan helemaal niet gehit worden volgens mij. Dus je bent letterlijk niet killbaar. Alleen door de storm zou je in theorie dood kunnen gaan. En zoals je ziet, als je op de grond komt, dan ben je weer visible. Dus zo werkt deze tussen haakjes glitch. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Vonden jullie deze video nou super tof? Drop dan even de like. Abonneer op het filmpje met het belletje aan. Klik op de video's hieronder. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!